Zo, waar zitten we nu? Bij het station. Ja. Ja. Aan de goede kant van het station. Ja, dat, en daarom. Dus dat is mooi. Waar gaan we naartoe? Naar Den Hel. Die kant op. Den Hel. Den Hel, ja. Den Hel, ja. En we zijn nu in Den Haag. Ja, ja, nou, nee, ja. Ja, precies. Precies, mooi. Net de trein. Ja, en ik wacht op het groene licht. Twee groene lichten daar en twee groene lichten daar. Ja. Dat is mooi. Waarom is dat mooi? Vertel. Dan kunnen de treinen nog doorrijden. Onze trein komt dan vlak daarna. Dus dat scheelt weer. Dat is mooi. Maar we hebben hier van die leuke bordjes. Ja. Met nummer 4 erop. Ja. Aan die kant. Ja. En het volgende bordje is 6 en dan 8 en dan een blauw bordje. Dat is 4. Er komt ook nog een andere trein aan volgens mij. Ik weet het niet helemaal. Ja, er komt nog een andere treintje aan. Ja, kijk. En daar nog één. Nou, nog één. Maar er komt hier nog een trein aan. Toen was hij weer even wazig. Nee, is het groen. Nou, dat was nou weer leuk. Even treintjes filmen. Treinspotten. Moeten we vaker doen. Gelukkig zijn er nog meer stations, dan kunnen we nog meer treinen spotten. Ja, precies. Dat is nou leuk. Bijzonder. En want, de gele en blauwe treinen. En want waar moeten we dus nu zometeen overstappen in? Leiden! Leien? Ja, in Leien. En dan in Sloterdijk, hè? Ja, Sloterdijk. Amsterdam Sloterdijk. Sloterdijk. Sloterdijk, ja. Ja, Sloterdijk. Ja. Sloterdijk, Amsterdam. Precies. Leuk. We nemen het wel lekker mee in onze reis naar Den Helder, toch? Ja, reis, hè? Hè? Welke klasse reizen we? Dat zien jullie zometeen. Spannend. Nou. En deze gaan we nemen. Ja. Sloterdijk, jee. En dan gaan we in Leiden overstappen. Ja. Dan gaan we in Leiden overstappen. Joepie. En hij komt kwart over. Uh-huh. Yep. Nog 15 minuten. En dit is een sprinter. En die stopt eigenlijk overal. En dan gaan we gewoon in Leiden overstappen. En dan hebben we de Intercity. Dus dat gaat sneller. Heel stuk sneller. Toch, schat? Heel stuk sneller. En heb je er een beetje zin in? Ja, ik heb er zin in. Dat is mooi. Dat is mooi, hè? Dat is heel mooi. Heb jij er zin in? Ja, zeker. Kijk, ik heb allebei zin in. Dat is mooi. Ja. Dat we allebei geen zin hadden. Dat zou erg zijn. We gaan lekker naar mijn moeder en zijn schoonmoeder. Kijk. Bij de schone zoon. Schone zoon, ja. Ik heb gisteren nog gedoucht, dus dat klopt goed. Schone zoon? Ja. Gisteren nog gedoucht. Dat is mooi. Hij spot ook echt niet om mensen. Nee, het spoor hier wel. Ja, het spoor is er wel. Ja, dat klopt. Kijk, het spoor is er wel. Kijk. Ja. En we rijden zo meteen op het spoor. Op het spoor. Sporen we toch. Kijk. Ja. Zo, we zitten in de trein, schat. Ja, we zitten zeker in de trein. En lekker. En lekker rustig hier. Met verstelbare stoelen. Oeh, kijk, dat is mooi. Heel mooi. En in welke klas zitten we? Ergens. In de eerste klas, toch? Ja. Er staat er één bij de deurpost. En daar zitten we nu. Kun je ook aan de stoel zien. Met een motiefje erin. Ja, maar dat hebben we dan ook je... Erg lekkere stoelen. Een beetje rustig praten. Er zijn ook nog andere mensen. Je kan wel... Met veel beenruimte. Heel veel beenruimte. Ja, heel veel beenruimte. Dat is lekker, hè? Ja. Nou, lekker in de trein. Hartstikke idee. Dit is zo leuk. Hè? Dat de vervolgens Nederland ook niet.
Ja, het is alleen een beetje ja, bewolkt inderdaad, een beetje heel erg bewolkt, maar dat maakt niet uit. Dan mag ik zo meteen langs Haarlem. Of we stoppen in Haarlem, dat kan ook. Dat is leuk. Gezellig. Sally, het is wel lekker rustig hier. Eerste klas. En dat daar is alweer de tweede klas. Ja. Moeten we dus niet zitten? Nee. We moeten. Ja, het mag wel, maar dat doen we niet. Nee, dat doen we niet, hè? Nee. Hoe leuk! Allemaal bloemetjes! Dat is leuk. Jij nog wat te vertellen of niet? De schaapjes tellen natuurlijk buiten. Ik weet niet, maar daar wel. Dan gaan we meteen overstappen op Sloterdijk. Ja. Naar DH. Ja. Waar komen we vandaan dan? Uit DH. Van DH naar DH. Ja, leuk hè? Het was nog wat lekker vroeg. Hoe vroeg? Nou, voor jou 4 uur geloof ik. Ja, iets van 4 uur, ja. En ik heb geen overdicht meer gedaan. Ja, dat is jammer. Dus ik kwam in mijn werk om 6:30. Dan om 9 uur moeten we de trein hebben. Even opschieten. Nou ja, opschieten. Ja, je had echt iets van... Ja, ik begrijp het niet meer. Ik snap er helemaal niks van. Maar goed, eerst moet ik de honden lopen natuurlijk. Met je meisje en jongetje. Ja, en mijn meisje met mijn meegeentje. Daar heb ik geen rekening mee gehouden. Het is nog niet. Zo op, dus dan kan ik niet zo goed nadenken en rekenen. Nee, precies. Morgen. En... met mijn slaapkop opstaan. Wat, hoe, wie, waar, wanneer, hoeveel en hoe laat? 6:30 betekent dus. Dan zijn we met z'n vieren. En dan naar buiten. Ja. En ik heb even snel broodjes gemaakt. Ja, ik ook. Natuurlijk weer allerlaatste moment, altijd. Nou maar, ja, altijd, nog, altijd. Mij wel, jou niet. Jij hebt er overal rekening mee. Mij is het een beetje van ochtends vroeg moet alles klaarstaan. Anders snap ik hem niet. Even wachten, schatje. Ah, vind ik leuk. Ja. We komen zo meteen bij Haarlem en dan Amsterdam Sloterdijk. Ja. In Haarlem en dan ga ik even zwaaien. Ja, vind ik leuk. Niet dat je er klaar. Kijk op. Niet. Kijk, en er staat ook namelijk een eerste klas. Ja, eerste. Dat is luxe, jongens. Ga ik er even uitzoomen. Ja, kijk, het is hier al lekker rustig. Heerlijk, heerlijk rustig. Lekker rustig. Met een meisje. I love you too. Love you too. Love you three. Dat is mooi. Mooi hè? Ja. Heel mooi. Toppie. Ja, toppie, toppie. Toppie ertussendoor. Ja. Maar dat maakt niet uit verder. Lekker eerste klas. Straks Heemstede Aardenhout. En dan Haarlem. Dan Haarlem. Even zwaaien. En dan naar Amsterdam Sloterdijk. Daarvan 8 naar 4 of 4 naar 8, ik weet het ook niet. Ik ga het zo meteen even bekijken. Als we op 4 komen, moeten we naar 8. Komen we op 8 aan, dan moeten we naar 4. Dus dat is makkelijk. Ja, ik kan wel even kijken voor ons. We gaan gewoon even kijken. We gaan gewoon even kijken voor jullie. Speciaal voor jullie. Wij even kijken. Ja. Dan ga jij kijken. We komen op 8 en we gaan naar 4. Kijk, van 8 naar 4, dat is de helft. En dan in DH, dan komen we aan op 2. Kijk, dat is weer de helft. 2 viers. 8-4-2, kijk. Ja, precies. Is leuk. Zeker, is mooi. Maar hoe vind je nou in deze nieuwe vlogcamera trouwens? Ik vind hem best prima, zeker. Dat je die handheld eronder hebt hangen. Ja, mooi hè? En 12 keer zoom. Digitaal geloof ik. Ja, digitaal ongeveer. Ja. Plus je kan nog de foto's uit de film uitvergroten. Toch? Ja. Dat is mooi. En als je gaat filmen en dan gaat hij foto's maken en hij doet ook nog tussendoor filmen, foto's maken automatisch. Als je begint met filmen, maakt hij dus eerst een foto. Ja. Je kan zien wat het is. Ja. Dat is een bijzonder ander. Er zit een opklapschermpje in, ik weet niet of je het kan laten zien. Ja, misschien straks thuis. Een spiegeltje.
Misschien. En speciaal een mooie shirt aangetrokken. Voor? Gekleurd opstaan. Voor ja. Gelegenheid. Ja, precies. Nou, een speciale gelegenheid. Maar ja. Dat vertel je later weer. Nou ja, het is voor een heel goed doel. Het goede doel. Ja. Niet voor een slecht. Nee, daar houden we het dan bij. Het goede doel. Het goede doel. Ja. Niet die groep, maar... Hij is echt niet grappig hoor, ochtends vroeg en ook niet, 's middags en ook niet 's avonds. Ja, ik weet niet, ik weet niet wat ik in hem zie, maar het is een eikel eerste klas. Je zit ook eerste klas, dat scheelt weer. Ja, precies. En het is een lul, maar het is wel een lieve lul. Sorry. Nee, maar voor de jonge kijkers onder ons, hè, vloekwoorden, scheldwoorden. Grof in de mond. Ja, grof. Maar ja, maar het is wel een schatje. Ja. Toch wel. Waar zijn we nu? Heemstede Aarlen. Ja. Het is nu nog een minuut voordat we moeten vertrekken. Dus ik denk dat we vertraging hebben. Ah, dan nee, joh. Nee, en dan moet je aankomen. 9 uur. Oh, aankomsttijd. Dat is de aankomsttijd. Maar wanneer is de afvaltijd? Ha, grapjas. Idioot. De jas al uitgetrokken. Ja, dat weet ik. En die laait hier. Heemstede Arenhout, station. Heemstede Arenhout. Nee, dat ben ik niet. Nee. Jullie wel? Ik word niet gebeld hoor. Nou, waar zijn we nu? Nu zijn we in Amsterdam. Sloterdijk. We gaan, hè? Den Helder, via Zaandam, Castricum, Heilo, Alkmaar, Alkmaar Noord, Herogewaard, Schaag, Annapolona en Den Helder Zuid en dan Den Helder. Maar hoe vind je de trein in Rijssel gaan op dit moment? De trein tot nu toe ging wel prima. Mooi. Van DA naar LC ging prima. Ja? Van LC naar SD ging ook goed. En mooi. En nu naar DH. Dus spannend. Ja. Dit is het langste stuk volgens mij. Dit is het langste stuk, ja, dat klopt. Dat klopt. Maar op de terugreis dan gaan we een hele andere route doen. Wat hij nog niet is gewend, ik wel. Maar niet via Leeuwarden hoop ik dan. Je weet het nooit. Waar het schip strandt. Nee. En waar het schip eindigt, toch? Nee, ook niet. Ook niet. Bootafhouden heet dat. Precies. Hey, lieve schat, vertel eens. Komt en de trein er al aan, of niet? Volgens mij komt onze trein er al aan. Onze trein er al aan, kijk. Kijk, daar komt hij. Hele, die lampjes. De sprinter naar Amsterdam Centraal van 10:12 vertrekt over enkele minuten. Herhaling. De sprinter naar Amsterdam Centraal van 10:12. Mevrouw, maar ik was even aan het inzoomen hoor. En welke klasse moeten wij weer hebben? Die eerste, volgens mij. Die eerste, nou dan gaan we zoeken. En waar het mooiste klas is. Nee, dit is tweede. Dit is de eerste. Gaan we naar de eerste. Nee, ik wil een beetje daar zitten. Voorin. Ja, voorin, dat is leuker, toch? Ah, en we hebben... Hier is de fietsklas, die tweede. Niet? Joepie! Leuk. Ik moet die andere hebben, ja. Zo, er komt toch een bui aan? Yo. Stiltecoupé. Weet ik nou niet. Ja. Kak. Gaan we eens naar me. Kijk, die is leuk. Die is mooi. Ja. Hoi. Hey. Ah. Ah, kak, ik wil niet voor. Kijk, doe ik het zo. Uit. Ja. Hoe lang moeten we nog reizen? Vertel het eens. Nog 12 minuten. Dan, nee, over het gehele algemeen. Oh, heel algemeen. Dat is nog, even kijken.
gerekend. 17 minuten. Ah, lekker toch? Ongeveer, plus minus. Ja, en waar gaan we nou naartoe eerst? Eerst naar Alphenrode. En dan? Den Helder Zuid. Ja, en dan? Den Helder. En dan gaan wij Den Helder in. Lopen. Kijk aan die kopen. Nee, ik moet mijn vergunning doen. Het is irritant om te filmen. Ja, dat is een beetje irritant. En vooral als je dus in een terrein zit die dus een beetje aan het schommelen is. En als je hem wel dichterbij wil halen. Ja, ik vind het leuk. Nee. Dat niet echt makkelijk. Nee. Ja, dan. De ring. Ja, dat is mooi, hè? De cirkel. Ik weet het even niet meer. Enge film. Nee, ik vind het wel leuk. Het is een hele enge film. De cirkel. Ja. Dat is ook een meisje. Dat werd in een put. En ik zit onder de pukkels, meisje. Nee, meisje, maar. Vind ik niet leuk. Nee. Niet leuk, pukkeltjes. Nee. Dat was een enge film. Horrorfilm. Ja. Als een meisje, dokter haar allemaal zo voor de gezicht, ik kan niks meer zien. Wat voor de van je krijgen? Moet nou met je hand. Schrik er niet van mee. Weet je wat je moet gaan doen? Schrik niet meer van mee. Ik ga scheiden van jou. Je moet afval scheiden. Nee, scheiden. Scheiden. Ja, scheiden. Scheiden van mij. Ja, precies. Ik ook. Ben ik ook al even aan het doen. Ja, maar... scheiden, ja. Nou ja, maar dat wil niet wat ik wil. Maar dat maakt niet uit. Pleur hem toch wel eens om te lekker los. Ja. Zeker, heb je er een beetje zin in? Den Helder weer even lopen te zien in plaats van een auto. Dus, lopen is wat anders inderdaad. Ja. En dan kun je ook eens een keertje zijn. De watertoren zien. Oeh. En die toen niet heb gezien, maar nee. Ik wel. Nee. Maar alles is ook daar een beetje veranderd. Nee. Behoorlijk. Ja, maar we gaan je lekker meenemen in onze belevenis in de Helder. Scenic. De wat? De Scenic Route. Zo, van heel erg serieus. Heel erg lacherig net. Nee, heel erg serieus. En dan hebben we weer een... treintje naast ons staan. Treintje. Ja, en waar staan we nu in? Annapa Luna. Heb ik daar zin in? Maar wie kent allemaal echt? Ik ken niet. Ik ook niet. Wij gaan weer rijden. Welkom in de Intercity naar Den Helder Zuid en naar Den Helder. Kijk, dan ga ik even gewoon staan voor jullie. Dan ga ik gewoon even naartoe lopen. Dat is ook leuk. Ja, nog even, dan zijn we er! Yippie! Ja. Joepie! Hey! Hey, we rijden in de tweede klas. De wat? In de tweede klas. In de tweede klas, ja, inderdaad. Ik zie mezelf niet. Jij ziet jezelf, ik zie jou ook niet. Nu wel. Oh, jij is even vast, doe je? Kijk, ik heb mijn haar even doen. Yeah. Ja. Ik ga filmen hoe jij je gaat doen. Dat is fijn dat je mij gaat filmen. Nee. Ik ga toch ook straks heen naar de kapper. Nee, is goed. Even mijn behoorlijk wat ervan afhalen. Laten halen. Hm? Laten halen. Ja. Gaat iets aan doen. Ongeveer zo'n stuk. Oké. Okay. Moet echt, want ik heb allemaal door je puntjes. Kort even hoor. Ja, het moet wel eventjes. Ja. Kan je nog wat te zeggen? Nou, dat we in de tweede klas reizen. Want de eerste klas is dat niet lekker. Nee, niet echt, hè? Even een tweepersoonsbankje. Ja, en dat gleed een beetje uit. Dat gleed een heel klein beetje uit. En nou niet meer. Nu zit op de tweede klas op een vierzitbankje. Ja, lekker. Veel beter dan de eerste klas. Waar je met een krapje zit. Het schommelt een beetje.
Ja, inderdaad. En trillen is ook leuk. Dank u wel en voor het veilige rijden. Alsjeblieft. Mag ook wel een keer gezegd worden. Toch niet dan. Nee, ik wil rechtdoor. Dat vind ik vele mannen leuker. Staan de taxis daar niet? Even kijken, want hier zeggen ze wel taxis, maar... Even kijken of de taxis er nog staan. Ik denk het niet. Ik denk het niet meer. Ik denk dat ze ergens anders staan. Tegenwoordig. Taxi zal staan. Ik ga gewoon daar eruit. Vind ik veel helemaal leuker daarvoor. Is er goed dan niet de geld terug? Ja, mooi hè? Ja, monumenten ook, zegt hij ook nog. Ja. Die is voor mij. En hoe moet ik dat doen met die barcode? Ja. Nou, dan gaan we dat doen. Nee, want ik kan ook hier. Maar hoe moet ik dat doen? Oh, deze. Oh. Nee. Nee, ik vind het goed. Gewoon hier, oh. Ja, zo. En toen waren we er al. Jij nog niet? Nee. Oh, arme ziel. Nee, rust. Ja. Nee, rustig ervoor houden. Ja, je kan het dan wel. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, en die had nog geen vergunning. Nee, dat is leuk. Heb ik een monumento? Volgens mij niet. Heb je hem? Rolt. Ja, mooi. Beetje snel gedraaid. Waarschijnlijk gaat hij weer niet focussen. Ja, gewoon rustig. Kijk, watertoren. Oh. Ben je nog een droppeltje buiten? Zo. Het is hier inderdaad behoorlijk veranderd, jongens. Stapje zwart. Ken ik jou? Nee. Wil ik jou kennen? Nee. Uitkijken hoor, want ja, want wij hebben hier... Nog niet zo snel. V&D. Pest ze maar eens een keer. Vind ik leuk. Ah ja, dit is heel, heel erg veranderd. Mensen. Als je nog niet in Den Helder bent geweest. Het is hier ook heel erg veranderd. Zoals jullie wel zien. Je had een mooie nieuwe borden. Ja, de nieuwe borden. Ja, zo. Mooi. Ja, precies. Is dit nou borden voor voetgangers of einde voetpad? Einde voetpad. Hier zat dus eerst de kapper Bremers. Ja, die is ook alweer weg. Nou, dit is dus het winkelcentrumpje. Dit is nog niet alles hoor. Laat je wel even, even iets meer zien. We gaan gewoon even lopen. Welke kant wil je op? Wil je die kant op of wil je die kant op? Die kant op? Ja, alles kan. Wil je alles zien? Nou, van haren, bla bla bla. En dan kom je daar al eigenlijk weer uit bij en bij de McDonald's daar. Normaal, als je dus die kant op liep, die kant, gingen we dus naar, en naar de Fudde. Fudde. Is leuk, Fudde. Ja, die is nou dicht, de Fudde. Dat kennen we dus ook niet meer door. Nee. Als ze dat nou even normaal aangeven, doen ze ook niet. Dan gaan we gewoon die kant op. Dan gaan we gewoon die kant op. Is er zo? Ja. Mooi. Nee.
Bovenop? Nee, parkeergelegenheid. Doe ik liever niet. Maar dit is dus het Kroonpassage. Kroonpassage, ja. Het is maandag, alles is dicht hier. Maandags. Maar we nemen jullie gewoon gezellig mee vandaag in onze belevenis Den Helder. Ja, en toen stond het hier al helemaal vast. Het is ook erg gezellig. Heel gezellig, want alles stond hier toe vast. Kijk. Handelskade, ja, dat is. Dat is die andere kant op. Hé, schat. Ja. Toen konden ze allemaal weer rijden. Ja! Hoe gaat ie met jou? Ja, wel even moeilijk gehad net. Ja, anders ik wel. Nee, de tranen die liepen over mijn wangetjes. Ja. Maar waarom? Dat komt later. Ja, niet nu. Niet nu? Maar later. Ja, dat heb ik net al gezegd, maar later. Dat komt rond, ik kan het nu al wel verklappen. Willen jullie ons op tv zien, allebei apart? Kijk dan, 14 november, 10 voor 6 op Nederland 2. Ja, en welk programma ga ik nog niet verklappen? Ook niet. Jammer. Maar zo worden we wel weer bekend. Ja, dit is leuk. Ja, toch wel weer met een sterretje aan de hemel. Ja. Ook goed wat jij wil. Ik ga laten zien wat mijn moeder altijd laten zien. Als dat lukt. Nee, dat lukt niet. Nee, dat lukt niet. Sorry. Nee, dat is leuk. Nee, maar dit is met een. Dit dagje in Den Helder, dat is met een lach en een traan. Maar we sluiten hem af met een lach. Een lach, natuurlijk. Denk je dat? Je zit te janken aan het eind van de dag. Natuurlijk. Ja. Dus. De link die doen we ook nog hier even onderin. Ja. En de datum doen we nog even hier onderin. Dus alle informatie doen we nog onderin. Ja. Dat is mooi, heel fijn. Dus dan gaan we het proberen. Zo. Daar ben jij. Ga ik jou volgen? Ja, dat is fijn. Ik volg jou. Dat is fijn. Dat is dan volg jij mij. Kan natuurlijk ook. Ja, dat kan ook. Ja. Ja, dat is mooi. Ja. Dat is heel fijn. Ik zie even daar. Ja. Ja, je wil kijken. Sorry, Sven, maar ik was wat vergeten. Hallo. Oh, die begint ook al. Ja, alleen. Dat is haar nieuwe. Dit is de. Die neem ik dus. Ja, alleen ik ga zo meteen wel even deze geheugenkaartje eruit halen. Daarom moest ik even weer daar naartoe. Want ik was hem vergeten. Logisch. Dus, deze wordt uw nieuwe vlogcameraman. Mooi. Bent u er blij mee? Ja, zeker te weten. Mooi. Hou we zo. Toppie. Toppie. Zo, ik ben er weer. Ja, weer lekker op de boost van mijn moeder. Leuk. Gezellig. Ja, precies.
neem jullie gezellig niet mee. Dan ga ik heel even stoppen, want dan kan ik even de camera even omdraaien. Ja, dan kan ik even omdraaien, is het leuk. Dan kan ik jullie lekker even meenemen. Ja! Yeah. Kijk. Het arsenaal, ja. Alleen ik ben gewend om het allemaal en met een fiets te doen, maar nu heb ik een dit dingetje, dat is ook wel leuk. Nee, ik moet nou even oppassen dat ik dus nou en met mijn en met dit ding ben. En hiermee. Zie je het niet? Nee. Dit is toch gezellig, mensen? Dit is gezellig. Ja. Precies. En toen waren we er gelukkig weer. Ja. Even lekker ergens anders na. Net heb je zo bij de Action geweest. En het Rappelijncentrum. Ja, vind ik leuk. We moeten eigenlijk wachten, maar ik laat hem wel eventjes voor. Vind ik leuk. Ja. Leuk, laat hem wel even voor. Alsjeblieft, meneer. Zo, ik ben net even ergens geweest. Even, want daar ben ik al heel lang niet meer geweest. Moest echt eventjes gebeuren. Naar mijn gevoel. Ben ik nou net geweest. Ik laat jullie weer even wat zien en ik maak daar ook een foto van. Even lang een jaar. Dan maak ik dus om te even een fotootje van. Leuk hè, met één hand gas geven. Verkeerd om. Ja, verkeerd om gas geven. Nou, waarschijnlijk zie je het al. Lange Jaap. Dit is Huisduinen. Ja, Huisduinen. Nou, en dat is het ziekenhuis van Den Helder, ja. Neem nu gewoon even gezellig mee. Ik heb het wel gebeurd. Mogen we filmen en rijden tegelijk? Nee. Maar ik doe het veilig. Ik doe alles veilig. Zo laat ik nog eens wat zien, hè, van mijn helder. Ja. Ik doe wel goed leuk. Ja, dat kan ik doen, maar ik mag mijn gas niet moeten loslaten. Had ik kunnen doen, maar dat doe ik lekker niet. Ik ga gewoon rechtdoor, ja. Ik ga gewoon nog even deze kant op, nog even langs de dijk. Ja, ik wil gewoon nog even langs de dijk, vind ik leuk. Precies.
Ik rij gewoon 18 km per uur. Hè? Wat kan de zee toch weer mooi zijn, hè, mensen? Ja. Neem er lekker even een heel stuk mee. Maar ik ging net naar beneden, dat vond ik een beetje eng. Maar oké, wie ben ik? Ah, dit vind ik wel even lekker. Hi. Kan niet hoor. Nee, ook goed. Kan niet. Moet opletten, hè? Lijkt me handig. Opletten. Ik weet niet tot hoever ik heel mooi in kan zoomen. Maar mensen, dat is Texel. Dat daar is allemaal Texel. Dat is dus allemaal Texel, mensen. Ja, mensen, dit is de nieuwe Texelse boot. Ik heb de primeur vandaag eens even te pakken. Vind ik leuk. Ik heb de Texelse boot. Dit is gaaf. Ik heb de nieuwe Texelse boot nu voor mijn neus. Dit is kikken. Dit is magnifiek, mensen. Dit is geweldig. Dit is de Texelse boot, de nieuwe. Nou ja, nieuw. Voor mij dan nog, ja inderdaad. Voor mij is hij nog een beetje nieuw. Voor mij is hij nieuw, inderdaad, ja. Wat is hij mooi. Hij is geweldig, kikken. Ja, ik ga weer naar mijn moeder, want de accu begint raar te doen. Dan weer één streepje, dan weer twee streepjes en dan accu. Maar mijn moeder die vroeg me iets, dus ik ga even kijken hoe ik ook weer moet rijden. Ja, ik weet het alweer. Ah, lekker, vind ik leuk. Nee, je mag hier niet in rijden. Ja. Kijk, zo meteen het bewijs. Beetje rustig rijden. Ja, lieve mensen, je mag hier niet meer rijden. Nee, we doen het wel. Dat ik het leuk vind. Ja, omdat ik het leuk vind. Ja. Oh, auw, dat doet zeer.
Ga ik daar ook in? Vind ik leuk. Ik ga even een ommetje maken. Vind ik gewoon grappig. Waarom weet ik niet. Maar... ja joh, je kan hier ook. Oké. Niet. Ik moet even omrijden. Dus even kijken als dit of zo. Ja. Geweldig. Ik moet even omrijden. Ik weet niet waar ik uitkom, maar oké, ik kom er rechts. Kom er wel, maar niet van. Kom overal. Scheelt. Ik kom hier overal uit. Hoe weet ik niet, maar ik kom overal. Ja! Ik kom overal, ik lekker wel. Wat ik dat leuk vind. Omdat ik dat grappig vind, ja. Ha! We krijgen wat lekkers voorgeschoteld. Wat heeft u gemaakt, mam? Vertel het eens. Kippengroentesoep. Kijk. Broodjes erbij. Ja. Is ook altijd lekker. Kun je soppen als je dat wil. Ja. Ik moet even hier op de voezelbeetjes even uitkijken. Ja. Ja, voor jou staat daar ook, dame. Zwart-witte. Oeh, kijk. Dit ziet er goed uit, mensen. Heerlijk. Auw, je doet me zeer. Wil jij het ook vertellen dan en tegen de mensen? Nou, hey. Ik kreeg nageltjes in mijn been. Hey, kerel. Hey, mannetje. Hey, ja, mijn vrouwtje die wil er zo meteen weer bij, schat. Hey. Hey. Kom met jou. Hey. Nee. Is het jou? En de groetjes van Rut. Wat ben jij nou weer aan het doen? Resetten. Resetten nog wel? Ja, we moeten resetten. Wat? Schiet het niet op. Ja, inderdaad. Het heeft stroom, hè? Dat hebben we wel 20 keer gedaan. Stroom, dat kan je daar vinden, achter de pinnetje. Pinnetje. Kijk. Een paperclip achter een pinnetje, of een haarpin. Nee hoor. Nee. Ja, nu wel. Dag, schat. Hi. Ik zeg een fijne reis. Toch wel. En eerst lekker wandelsen door de regen. Ja, ook dat. Nou, dag, schone zoon. Ga jij ook weg dan? Ja, ik moet ook weg, ja. Maar, oh, ja. En waar naartoe dan? Naar Den Haag. Naar Den Haag nog wel. Ja, Den Haag, ja. Waarom naar Den Haag? Waarom niet naar Rotterdam? Omdat ik daar woon in Den Haag, niet in Rotterdam. Ik kom niet in Rotterdam om. Oké dan. Dag kereltje. Dag schatje. Dag schat. Hey. Kijk, en dit is leuk. Ja, dat zie ik mezelf. Nou, niet meer. Nee. Nee. Dag kerel. Doei. Waar is mijn andere meisje? Die is er niet. Nee. Nee, ik denk dat die buiten is of zo. Of naar boven toe. Ja, zo ongeveer. Hé, meneertje. En nou. Hij denkt ook, vrouwtje is gek, hè? Ja, zou ook. Dan moet je ook met die gekke lui, hè? I love you. I love you too. Mooi. Maar nou had ik hem niet gedraaid. Jammer! Hij staat lekker op. Joepie! Zo, we gaan even Willemsrot even onveilig maken. Onveilig maken nog een. Ja, onveilig maken, ja. Ja, Willem zo het even onveilig maken. Nee, dat is en dat is niks. Nee, dat is niks. Ja, alles kan.
Daar ligt ook een schip. Ja. Maar wat vond je van de soep? Die mama die je had gemaakt had? Nou, die was te doen, naar mijn mening. Die was erg lekker. En ik hou niet zo van groentes. Dus nee, maar je hebt het wel gedaan. Dus te doen wil zeggen dat het een plusje is. Een plusje, oké, kijk. Een klein plusje, om te groenten in Ja, maar die dus, is goed, hè? Dus die was, voor mijn inzien is het te doen. Nou. Voor iemand die niet van groenten houdt, is dit een oké soep. Ja, maar is toch goed, toch? Ja, daarom een plusje. Een plusje. Als die groenten er niet in hadden gezeten. Ja, doen ze die andere vinger, plusje. Plusje! Gaan we hier al in. Wie dus in Den Helder en naar de bioscoop wil, moet daar naar de bioscoop. Ja, de Majesteit Bonaire. Nee, deze gebouw Uto. Utopolis, ja, precies. Utopolis. Ja, Utopolis, ja. Ze zijn hier lekker ook aan het verbouwen. Ja. Ze zijn maar verlaten. Heel verlaten, ik ben om me kruilen. Dat hoort allemaal vroeger bij de marine. Yep. Zo, mijn mannetje die vindt deze onderzeeër behoorlijk groot. En dan zit hij ook nog hier een kanonding. Twee. Hier ook nog weer het een en het ander. Weer bij de onderzeeër. Afweertoestanden. Maar waarom vind je dit zo groot dan? Omdat ik het wel alleen maar van film en foto's ken, maar nooit live gezien heb. Hoe zei je dat? Nooit live gezien, alleen op film en foto's. Ja, nu zie je het even in het echt, ja? Imposanter. Ja. En dan blijkt dus dat dit toch maar een kleintje is. En dit is dus de tonijn, zo heet deze onderzeeër, de tonijn. En dit is nog maar een kleintje. Dit is inderdaad. Het atoom onderzeeër. Ja. Lukt het nog een beetje met dragen? Ja, het is een beetje veel. Ik heb nu een extra tas. Zo, lekker veel troep in het water. Mooi. Kijk, en dit is dan de achterkant nog. Ja. Is het een museum geworden dan? Ja? Marinemuseum. Okay. Nou, als je nog even van groen water houdt. Als je wil zwemmen, mag je dat hier gaan doen. Wel niet hier. Het stinkt ook nog. Raak naar zee. Ja, maar weet jij waar de zee zit? Hier aan de overkant van. Ja, maar dan ga ik je ook even laten zien. Vanaf je zo naar de overkant zo meteen. Dit is de dijk? Ja, dit is de dijk, ja. Dit is anker op. Nee. Ah, oké. Dan zijn we daar overheen. Ja, mooi hè. Maar je bent eigenlijk vandaag alleen maar aan het klussen geweest hè, voor je schone mama. Ja. Voor je schone moeder, voor je schone mama. Dus die wat duidelijkheid in wat er allemaal wel niet werkt. Ja. Die installateur van de Zikko zou morgen langskomen. Die gaat morgen langskomen. Die zou morgen langs geweest komen zijn, waar het niet open morgen. En, ja. Ik heb wat voorbereidend werk gedaan, het uitzoekwerk. Om wat soepeler te laten verlopen. Ja. Er zit een aantal beveiligingen in de computer die niet echt handig zijn voor het nieuwe modem. En er waren wat problemen met de televisieinstallatie, heb ik ook opgelost. Ja. Die zit nu met internet verbonden, dat was niet zo. Dat is mooi. Want als je niet met internet verbindt, heb je geen smart tv. Dat is jammer. Schmee. Nee. Dat is nou pech, onderweg. Dan kan je ook online opnemen, et cetera. Net alsof je een mediabox hebt. Ja. Niet alleen maar digitale tv, maar nu ook een mediabox ingebouwd in de tv. Erg handig. Mooi. Ja, bij Texel, als je dus naar Texel wil. We zijn nog niet op Texel, maar daar gaan we ook niet naartoe.
Er wordt ook weer een hondje bij mij thuis. Ja. Maar nog eerst even een rondje, klein rondje doen. En dan gaan we weer met de trein terug. Twee treinen en een bus. Twee treinen en een busje. Ja. Kijk eens aan. Precies. Maar die hoge stellages daar? Daar komen we zo meteen aan. Okay. Hoge stellages? Dat, deze bedoelt mijn mannetje, deze. Die hoge met zo'n toren? Nee, drie, ja. Kleine stellages. Nou, daar komen wij zo meteen weer bij. Ah. Ja. Wat is dit voor hotel? Welke? Dat daar van de verte is. Dat krijgt met blauwe. Hotel Landse End uit mijn hoofd. Okay. Hier even opsteken. Ik steek gewoon over hoor. Mag ik hier lopen? Wacht dan eventjes. Ik moet toch ook lopen of niet dan? Ik moet toch ook overlopen? Je bent gewoon de overloper. Ja, precies. Eerst was je de meeloper, nu ben je de overloper. Ja, we gaan hier overheen, ja. Nee, ik kom ook jij er overheen. Kom. Dan kan je zo meteen de zee zien. Oh, nee, spannend. Vind je? Ja, ik kan zo over de dijk lopen. En dat is Texel in de verte? Ja. Dan zie ik het ook een keer. Lijkt op, je kan zwemmen. Nou, we zijn nu bij het bedrijf Peterson. Ik heb hier heel wat aardig wat uurtjes doorgebracht. Want ik vond het altijd leuk om daar wat te zitten. Nee. Nee hoor. Ik wil gewoon lopen en dan wil ik gewoon naar de trein toe lopen. Nou ja. Kom erbij. Ik kom erbij. We staan erbij. Kijk het maar. Precies. Ja. Gaat u op? Gaat u op die kant op? Oké, meneer. Er is hier al heel veel veranderd. Hier zit nou de NS-bank. Ik kan mijn hand lang stil houden, maar oké, maakt niet uit. Subway. Nou, ik heb zelf nog broodjes hoor. Paradijs. 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 Zeg ik die van mijn vader. We zijn hier ook lekker aan het verbouwen. Hier jongens nog aan toe. Maar dat is toch een nieuwbouw, of is dat gedaan? Ik weet niet eens meer wat hier al heeft gestaan. Kijk nagaan hoe lang ik hier al weg ben. Na 40 meter, dan gaat de paaltje omhoog. Teken of schrijf hier jouw toekomst. Moet dat? Nee. Heb ik daar zin in? Nee. Zo, ja. Kijk, maandag tot en met vrijdag en koopzondagen van 11 tot 6 uur. Het is al 6 uur geweest, dus hij moet eigenlijk omhoog. Je mag hier dus eigenlijk al niet eens meer rijden, volgens mij. Als ik het zo begrijp. Nee, tot 6 uur gaat er een inrijden. Oh, kijk. Dat wist ik wel hoor, maar ik vond het leuk. Om de maling te nemen dus. Ja. Nou, dit is eigenlijk mijn kapper. Hier ga ik altijd in principe altijd naartoe als ik hier ben, maar nou niet, ik ben het vergeten. Want ze zijn dicht. Ik weet van voor, hè, voor het licht waar de zebra pad.
Geen idee. Die is wel leuk. Hé meneer? Meneer? Hoi. Alles goed? Ik ben ook verder weg. Ik kan wel steken een handje vasthouden. Kom maar. Ah, oh, dat is leuk. Kom. Hoi hey. Meneer. Wil die niet? Wil die niet. Ah, oh, wat erg. Maar hij is wel lief, hè? Ja, hij is lief. Ik kan niet filmen vandaag, nee. Ik ook niet. Niet? Want ik heb geen kamer. Ja, dat klopt. Dat heb je ook niet. Bij de plaat is een lichte mast. Zit die ergens aan. Hè? Bij de plaat? Een lichte mast. Dat is wat anders. Nou, dat is een mast, ja. Maar dat is gewoon een, weet ik veel, en wat voor mast. Nou, dit is ook dus helemaal nieuw, dit hele stuk. Ja. Heel modern, heel nieuw. Beetje te modern, ik vind er geen zak aan. Die is te koop, dat is mooi. Nou, vind je, en dan heeft Hiro dus de vroeger in de ABN AMRO gezeten. Oké, okay. Een kluisje tegen. Leuk, hè? Ja, leuk, hè? Ja, het is kluis. De aankoop van een woning. Apple, mix dat. Fruit, chicken en meer. Appel, ja, appel. Appel niks. Lekker sambal mix. Ik ben lid. Zit hier nou weer dan? Oeh, even kijken. Ideetjes op doet. Wel nee. Zien het toch niet, hè? Of wel? Ik vind hem niet mooi. Nee. Nee, hè. Ik vind hem ook echt niet mooi ook. Sorry, maar nee. Ik vind hem echt niet mooi. Nee, ik val die haarkleur niet. Nee, maar die kunnen ze niet zien. Dat scheelt alweer, maar ik zit een beetje hier in het donker. Donker, dat is de partij. Ja. In deze muur. Ja. En ook gesloten maandag. Jammer. Ja, maar er zijn hier heel veel dingen dicht. Ja. En toen hadden we het water alweer. Ja! Kun je water krijgen? Nee. Ja. Avond! Nou, dan zijn wij weer eens een keertje vriendelijk en dan krijgen we dus weer niks te horen. Nee, is ook moeilijk. Oude V&D wordt ook nog gevraagd. Zo te zien. Nee. Ja, misschien. Zeg je wat? Zit ze hier raar aan te kijken? Of ze water zien branden. Ken water branden? Ja, dat ken. Dat is mooi. Als je er... wat is dat voor spul? Een acetonoplossing ingooit volgens mij. Mooi zo. Moeten we... Mauw! Haha. Ja. Pak jij alvast eventjes in de kaartjes. Dan doen we het even hier ook, netjes en wel. Achterin. Hele belangrijke papieren. De reispapieren. Nou, de kapper is trouwens niet doorgegaan. Nee, ik ben hem helemaal glad vergeten. Maar... Ik ook. Maakt niet uit, volgende keer beter. En anders gewoon aankomend weekend en bij mijn vriendinnetje. Ja, precies. Mogen we hier oversteken? Nou, eigenlijk niet. Nou, dat weet ik niet van oversteken. Daarvoor hebben we ook een zebra. Ja, dat is een, om toegang veilig te laten oversteken, dat iedereen moet wachten. Ja, ik wacht wel hoor, meneer. Ik wel. Ik heb geen voorrang. Nee, ook daarheen open heb ik wel voorrang. Dat kan niet. Kijk. Vind ik leuk. Anders ik wel. Haha. Hi.
Nou, mag ook lekker kort afwezen. Twee treinen en een bus. Ja. Mag ik mijn kaartje, meneer? Nee, je staat al kleur op. Ah, dat is mooi. Sorry. Maakt niet uit, geeft niet. Ja, ik moet wachten. Wil je mij en mij vloggen? Ik ga jou vloggen. Ga door, kom. Ik ga jou vloggen. Ja, joh. Jee, je mag gaan door. Ja, ik ben goedgekeurd. Je bent goedgekeurd, mooi. Super. Niet instappen, nee, precies. Niet instappen. Hou je die even weer bij, voor mij? Zo moet je niet hebben, het spoor. Ja, één van de. Ja, drie. Misschien moet dat spoor één, dat is geen trein. We zitten nu weer in de trein naar huis, dus dat is lekker rustig. Eerste klas met uitrekstoelen. Heb je ook een uitrekstoel? Ja. Schoon. We hebben even een openhartig gesprek gehad. Over bepaalde zaken. Over heel veel dingen. Zullen jullie het mee lastig vallen? Voornamelijk over papieren en toekomstplannen. Andere plannen. Een drietal plannen in dit geval. We hebben even Den Helder bezichtigd, een stukje. Wat gaat hier Eta doen? Hij pakt het niet. Sjalm. Zie je het even met mij moeten doen? Oké. Okay. Het is nu lekker in de trein. Die gaat over een minuut of 20 weg. Dus dat scheelt weer. Lekker naar Amsterdam. Daar overstappen op een andere trein. Dan overstappen de bus en dan gaan we naar huis. Hoop dat die bus wil rijden. Ja. Morgen lekker vroeg weer op. Eventjes blokken voor de examen van woensdag. Het is een hele zware beladen dag met de tram, maar ook met de lach. Kijk, en de tram nog. Kijk, zal je moeder wel even tot zijn. Vind je? Hè, mama? Mama vindt het wel. Ja, en jullie kunnen ook en mijn moeder volgen op YouTube, die volgt ook. Je kan haar vinden op Corina met I-E-N-A. Vanzelf, Luisterburg de Joe. Ja. En mij heb je al gevonden. Dus dat is mooi. Ik heb je ook gevonden. Je zit naast me. Ja, precies. Dus nemen jullie gewoon weer gezellig mee in de reis terug naar huis. Ja. Er is eten en drinken aan boord. Zelf meegenomen uiteraard. Ja. Dus dat is wel lekker. We zitten nu bovenin, eerste klas, stilte coupé. Het is hier erg lekker stil. Wij zijn de enige die praten, dus dat scheelt. Ja. Want als ik klacht heb dat jij praat, dan zal ik je daarop aanspreken. Maar dan spreek ik zelf ook. Dus dan mag jij mij erop aanspreken. Op het moment dat jij dat doet. Ja, maar je telefoon gaat af. Je zit nu tussen te lawaai te maken. Dat mag ook.